Nina Boas heeft 10 jaar tent geïnitieerd door haar performance. Wat vind je er zelf van hoe het is verlopen? Ben je tevreden? Ja, natuurlijk ben ik kritisch op bepaalde punten, maar ik ben heel tevreden met de danseressen en de choreografie en de muziek. De mensen waarmee ik samengewerkt heb. Heb je alles zelf gemaakt? Het beginconcept is natuurlijk van mij geweest. En ik heb gewoon mensen uitgenodigd om met mij te komen werken. Samen hebben we het project gemaakt. Het heeft verschillende stadia. Het was buiten. Je hebt een factor ingebracht dat er trappen beneden waren en dat mensen weer naar binnen kwamen. Dat heeft veel voeten in de aarde gehad. Heb je dat makkelijk voor elkaar kunnen krijgen? 2 weken geleden ben ik gewoon begonnen en toen was het concept met de trappen gewoon al gekozen. Dus daar ben ik ook gewoon op gaan inspelen. Het is natuurlijk ten eerste inspelen op de situatie, maar bijvoorbeeld de voorwerpen en de bepaalde keuzes die ik gemaakt heb, die zijn echt bewust gekozen. Dus dat is, het is spelen met toeval, met wat er is, maar uiteindelijk is het toch wel heel dicht bij mij. Ja, zeker. Het leed mij een beetje denken aan het Robert Palmer video van You're Addicted to Love, of de dames in op hoge hakken met korte rokjes en dergelijke. Is dat een referentie voor je geweest? Speel je daarmee? Nou, er zijn heel veel referenties. Maar ja, het heeft zeker dat show-element. Het heeft zeker dat musical-achtige idee. En ik wilde gewoon al die elementen waar ik gewoon eigenlijk al de laatste tijd mee bezig ben, wilde ik gewoon allemaal bij elkaar gooien. Dus ja, en ergens zijn er zeker invloeden van buitenaf. En vooral ook van videoclips. Maar uiteindelijk is het ook niet alsof ik daar bewust voor kies. Het gaat gewoon mee in het proces. En het zijn dingen die je onbewust hebt meegekregen. En die heb je per ongeluk misschien meegenomen. Heeft jouw werk een bepaalde feminine uitstraling? Het is natuurlijk gewoon allemaal vanuit mijn eigen wereld, van hoe ik dingen bekijk en zie. En ik ben vrouw ten eerste, dus dat is natuurlijk ook gewoon onderdeel daarvan. En ik denk dat het feminien is, omdat dat is gewoon iets wat ik begrijp. Daarom heb ik het erover. Maar in deze performance heb je het eigenlijk in extreme laten zien, want ik heb een aantal dingen van jou gezien. 2 dingen, daar was je alleen maar zelf aanwezig. Nu nodig je een aantal dames uit om dat extra kracht bij te zetten. Ze bezigen strijkijzers en eigenlijk hele clichématige vrouwelijke dingen vanuit het oude standpunt. Wil je dan, is dat een kritische notie of is dat een ironische notie? Nou, het is vooral dat ik 7 vrouwen heb gevraagd om mee te dansen. Het was meer een versterking, maar meer van mij, niet per se van het vrouwelijke. En dan toevallig zijn het vrouwen, omdat ik ook vrouw ben. Dus ik heb dat alleen maar willen versterken. En dat ze de spullen gebruiken, die gaan meer, zoals ik ook in dat liedje zeg eigenlijk, maar ja, dat verstaat misschien niet iedereen, maar daar zeg ik eigenlijk gewoon dat het meer gaat om een revolutie tegen het vervelen. De verveling die er ontstaat door de dagelijkse handelingen. De spullen waar we dagelijks mee omgaan. En dan heb ik het dus niet per se alleen over vrouwen. Dan zie ik ook een man met een stofzuiger bijvoorbeeld. Waarom kies je er dan voor om hele sexy vrouwen ten tonele te brengen? Ik zie ze niet per se als sexy of zo, maar ik wil gewoon een totaalplaatje neerzetten. Dus ik heb aan kostuum gedacht en ik heb aan haar gedacht. En absoluut refereer ik ook naar videoclips of misschien wel Las Vegas of een soort van show-element of musical-achtige dingen. En dat is waarom ik een soort van herhaling wilde. En dat toevallig sexy eruit ziet, ja, dat is. Maar daar ben je wel van bewust, neem ik aan. Ja, ik ben zeker wel bewust dat het sexy is, maar dat is ook niet het onderwerp of zo. Ik ben helemaal niet zo bezig met een boodschap of zo. Ik ben eigenlijk meer bezig met visuele beelden en thema's die gewoon de hele tijd terugkomen. En dat is heel visueel gericht eigenlijk. Tuurlijk is er wel een doorlopende lijn in mijn werk en absoluut het vrouwelijke en rolpatronen en dagelijkse voorwerpen. Allemaal
komt dat zeker voor. Maar het is niet alsof ik een moraal of een boodschap wil zeggen of zo.